Welkom bij Autisme TV. Ja, dit programma gaat over het jonge kind, vroeghulp voor het jonge kind. En dan hebben we het over kinderen tot pak een beet 5, 6 jaar. Wat moet je doen als je kind, als je denkt dat je kind toch niet helemaal zich lekker ontwikkelt? Je hebt je twijfels, je denkt van, nou, misschien groeit het er wel overheen. Maar aan de andere kant denk je van, misschien moet ik wel vroeghulp inroepen. Wat kun je dan het beste doen? Wat is het beste voor je kind? Dat is ook de titel van dit programma. Nou, daar gaan we over praten met twee gasten en ik stel ze graag aan u voor. Dus allereerst Janne Visser, kinder- en jeugdpsychiater. Onder andere ook vertaler van het handboek voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, kan ik al zeggen. De DC 0 tot 5, zeg ik dat goed? Ja, voor de psychiatrie of voor jonge kinderen tot 6 jaar. Oké. En we hebben Iris Servatius Oosterling, GZ-psycholoog, onder andere ook oprichter van de website of het platform Autisme en het Jonge Kind. Hè? Mm-hmm. Even ter introductie, kinder- en jeugdpsychiatrie, is dat een heel ander domein, heel ander vakgebied dan de volwassen psychiatrie? Er is natuurlijk overlap. Het is wel heel erg anders. En dat heeft met name te maken met de hele snelle ontwikkelingen. En dat geldt in het bijzonder voor de hele jonge leeftijd. De snelle ontwikkelingen, dus veranderingen. En dat heeft consequenties voor de diagnostiek, voor de behandeling. En ook dat we veel meer systemisch met het gezin, met de omgeving werken. Dat gebeurt ook natuurlijk wel in de psychiatrie. Maar je kan je voorstellen bij een kind van 1 dat de ouders met name, je veel met de ouders spreekt. Ja. En wat zijn nou de meest voorkomende problemen die jij in je praktijk tegenkomt als het om jonge kinderen gaat? Meestal, als ze naar een GGZ-afdeling worden verwezen, dan gaat het vaak over ontwikkelingsstoornissen of gedragsproblemen. Ja, dat zijn de twee meest voorkomende redenen. Ja, en autisme is daar ook een belangrijk. Ja, dan is ook de vraag, is sprake van autisme of ADHD of een combinatie of zijn er gedragsproblemen? Ja. Of het kind loopt achter in een aantal opzichten. Dat zijn de belangrijke redenen en dat mensen willen weten, ja, wat is het? Wat is het? Ja. Dat is de grote vraag. Ik ga even naar de buurvrouw Iris. We hebben het over vroeghulp in dit programma, maar wat bedoelen we dan eigenlijk met vroeghulp? Kun je dat omschrijven? Nou ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip, maar wat ik er graag onder zou willen vatten is dat je op zo jong mogelijke leeftijd in de breedste zin van het woord kijkt van hoe ontwikkelt zich dit kind in deze gezinscontext en hoe kun je daar als hulpverlener het beste bij aansluiten, ja, bij de hulpvraag van ouders. Ja, en als je het hebt over zo breed mogelijk kijken, vanuit welke domeinen kijk je dan? Nou, dan kijk je bijvoorbeeld op het gebied van contact, communicatie, spel, flexibiliteit van denken als je het over autisme hebt. Maar ook taalontwikkeling natuurlijk, motoriek. Alle ontwikkelingsdomeinen. Ja, we komen daar zo nog op terug, hè? Daar gaan we nog verder diepte in. Maar je hebt onder andere ook het kennisplatform of de website Autisme en het Jonge Kind. www.autismejongekind.nl. Heel goed. Ja. www.autismejongekind.nl. Ja. En waarom? Waarom heb je dat opgericht? Dat bestaat nu een jaar of 5, 6, denk ik. En we zagen eigenlijk dat in Nederland de informatie over autisme bij hele jonge kinderen heel gefragmenteerd was. Op allerlei websites zag je wel iets. Maar wij hebben geprobeerd om dat heel erg samen te bundelen en heel concreet, juist voor ouders en voor professionals, stapsgewijs en door dat proces van ik maak me zorgen en wat nu, tot wat kan je dan uiteindelijk doen. En daar zitten ook een aantal concrete handvatten in, zoals bijvoorbeeld de vragenlijst COSELS. Dat is een screeningslijst voor jonge kinderen, waar eigenlijk per item of per vraag heel duidelijk staat van, nou, zie je nou dit of dit of dit, dan is dat opvallend gedrag. En bij zoveel van de 14 vragen, als je dan daarop uitkomt, nou, dan is dat bijvoorbeeld een reden om te kijken, ja, wat is hier nu precies aan de hand? Ja, ja. Nou, we gaan doorpraten zo over dit onderwerp, maar ik wilde eigenlijk eerst even aandacht vragen voor een video waar we naar gaan kijken. En dat videootje gaat over de ontwikkeling van de hersenen van het jonge kind.
A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Ja, een video die wel duidelijk maakt hoe belangrijk die eerste jaren zijn. Zeker als het gaat om de ontwikkeling van die hersenen. Janne, maar hoe groot, want je krijgt natuurlijk ook genetisch materiaal mee. Hè? Dus voor een deel zit daar natuurlijk belangrijke informatie in over hoe jij je als mens gaat ontwikkelen. Maar hoe groot is nou die invloed van de opvoeding van ouders in die eerste jaren op die ontwikkeling van de hersenen? Het is en-en. Hè? Ik kan niet precies zeggen hoe groot die invloed is, maar het is in die, maar het is in ieder geval wel een hele duidelijke invloed die de ouder op het kind heeft en het kind natuurlijk ook op de ouder. Mm-hmm. Dus als het kind anders reageert, of dan heeft dat natuurlijk ook invloed op de ouder en hoe die ouder vervolgens dan weer reageert, heeft weer invloed op het kind. En dat komt omdat de ontwikkeling van de hersenen echt ook heel erg ervaringsafhankelijk is. Dus zonder die ervaringen, en dan heb ik het bijvoorbeeld over die sociale ervaringen van het contact, zouden er al afwijkingen kunnen ontstaan. Dat zien we, ja, er is onderzoek gedaan naar kinderen die heel vroeg extreem verwaarloosd waren in Roemeense bijvoorbeeld adoptiehuizen met één verzorger voor 100 of 150 kinderen. En dan zie je dat de sociaal-emotionele ontwikkeling ook afwijkend verloopt. Dus om aan te geven dat het ook heel erg ervaringsafhankelijk is, hoe die hersenen zich ontwikkelen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Mm. Waarbij de motorische en cognitieve ontwikkeling iets minder afhankelijk is dan de sociaal-emotionele ontwikkeling, lijkt het. Mm. En is het daarom ook zo belangrijk dat je ook naar die interactie kijkt, als je kijkt naar problemen in de vroege fase? Ja, daarom om inderdaad te kijken van wat brengt het kind in, wat brengt de ouder in. Dus niet om te zeggen van ja, wie veroorzaakt dit? Zo kijken we daar niet naar. Maar hè, als een ouder bijvoorbeeld komt met ik maak me zorgen, want mijn kind is anders of reageert anders. Dat is heel moeilijk, zeker als het een eerste kind is. Maar je ziet vaak dat ouders bij een tweede kind en als dat tweede kind bijvoorbeeld wel zich niet helemaal ontwikkelt zoals ze dat verwachten, of dat ze denken van ja, klopt het wel? Dat je dat altijd heel erg serieus moet nemen, want wat de ouder dan ervaart met het kind heeft ook invloed op wat vervolgens de ouder, hoe de ouder probeert er altijd op te reageren en zich dan aan te passen aan hoe het kind is. En dat heeft weer invloed op het kind. Dus als je, ja, en dat zou je dan kunnen proberen zo goed mogelijk af te doen. Ja, dus daarmee zeg je ook van op het moment dat we in staat zijn om die ouders mee te nemen in een iets andere interactie naar hun kind, dat dat ook invloed heeft op de ontwikkeling van dat kind. Ja,
ja, invloed heeft. Hè? Ja. En nog steeds heeft het kind ook invloed. Op de ouders? Ja. En als je nu kijkt naar autisme bijvoorbeeld, hè, dat is echt zo'n ontwikkelingsstoornis, dus die krijg je toch al mee. Hè? Kun je dan toch ook in die interactie, in de dynamiek tussen ouders en kind, daar veranderingen tot stand brengen? Ja, zeker. Omdat een kind is niet alleen, hè? Een kind heeft niet alleen maar autisme. Een kind heeft heel veel andere eigenschappen. Wat is het cognitieve profiel? Wat is het zintuigelijke? Hè? Hoe is de zintuigelijke verwerking? Het temperament, karakter van het kind. Dat zijn ook hele belangrijke dingen die ook kunnen compenseren. En die ook ingangen kunnen zijn voor, nou ja, voor begeleiding, maar ook voor contact. En dat soort dingen. Dus ik vind het heel belangrijk dat je niet alleen maar kijkt naar het autisme en niet autisme als verklaring voor alles wat het kind laat zien, maar dat het kind meer is dan alleen maar zijn of haar autisme. Ja. Kun je ons meenemen in het proces, om even aan te geven van hoe dat dan werkt, hè? Op het moment dat ouders met een kindje bij jou komen? Welke stappen zet jij? Wil je aan informatie hebben van dat gezin om uiteindelijk iets te kunnen zeggen daarover? Ja. Nou, heel vaak hebben we al informatie vooraf. En dat is prettig voor de ouder, want dan hoeft het niet alle feitjes weer opnieuw te vertellen. Bijvoorbeeld over de zwangerschap, hoe de zwangerschap tot stand is gekomen, hoe de zwangerschap is verlopen. Medisch, maar ook hoe de ouders zich voelden, of er nog dingen gebeurden in die periode. En vervolgens de eerste ontwikkeling van het kind. Gedurende de eerste jaren, dus afhankelijk van de leeftijd van het kind. En dat heb je dan als informatie. En het hele belangrijkste van bijvoorbeeld zo'n intake, zoals we dat noemen, het eerste gesprek met de ouder, is in de eerste plaats om de ouder te horen. Wat vindt de ouder? Wat denkt de ouder? Waar gaan zijn of haar gedachten naartoe? En wat zijn de vragen naar ons? Dat is het uitgangspunt. En vervolgens gaan wij natuurlijk ook een aantal dingen vragen, uitvragen. Ga je ook nog kijken in de praktijk? Natuurlijk. Ja. En dan gaan we kijken naar hoe het kind zich gedraagt in verschillende omstandigheden. Bij een heel jong kind ga je kijken naar het spontane gedrag en dan ga je proberen door bepaalde reacties... Spelmateriaal bijvoorbeeld, ja. Door de manier waarop je kijkt of lacht of geluidjes maakt, gebaren maakt. Kijk hoe het kind daarop reageert. Heel belangrijk is dat de ouder ook mee kan kijken, om vervolgens na te kunnen vragen, klopt dit met wat je, zoals je kind altijd is, of is die nu heel erg anders, gestrest of overstuur? En vervolgens vraag je ook aan de ouder, als die dat wil, om ook met het kind gewoon te spelen. Gewoon vrijspel en misschien een aantal opdrachtjes. Ja. Omdat een kind, zeker jonge kinderen, kunnen heel anders reageren bij een vreemde. Hè, want ik ben dan een vreemde. Of met heel vertrouwd iemand zoals de ouder. Ja. Dan heb je al die informatie en dan kom je tot een beeld. Ja. Is dat een diagnose? Is het de klassificatie? Wat is het eindresultaat? Ook dat is iets wat je samen met de ouder doet. Er zijn ouders die denken van, nou, ik ben nog niet toe aan een diagnose. Ik snap dat er dingen zijn, dat jullie denken aan autisme. We doen vaak nog ander onderzoek. Nog een keer een observatie. Op de peuterspeelzaal ook nog. Of de crash nog een keer observeren. En dan, je geeft vooral heel veel uitleg. En ja, dan kom je tot een diagnostische klassificatie. En dan probeer je niet alleen maar te zeggen, ja, wel of niet autisme, maar je probeert het kind in kaart te brengen op zo'n manier dat dat het zo goed mogelijk te snappen is. Ja, en dan kom ik even terug bij het boek waar we het over hadden, DC0-5, dat diagnostisch handboek, zou ik maar zeggen, hè, waar jij de vertaler van bent. Is dat de leidraad die je gebruikt bij bepalen van dat eindbeeld? Ja, dat boek is de leidraad, maar in ieder geval de ideeën daarachter, denk ik, zijn heel erg belangrijk. En het verschil bijvoorbeeld met het klassieke systeem DSM, wat we kennen voor de oudere kinderen en volwassenen, daar heb je voldoende aan een diagnose. Het is wel of niet bijvoorbeeld autisme, ADHD of een depressie, noem maar wat. Bij dit klassificatiesysteem ga je heel systematisch
allerlei domeinen af. Waarbij je begint met het lichamelijk, medische. Daarna ga je naar stress, trauma, is dat aan de hand geweest. Dan ga je naar het ontwikkelingsprofiel. Niet een soort eindscore, maar het profiel. Het kind kan op verschillende gebieden anders, andere niveaus halen in zijn functioneren of haar functioneren. Dan kijk je naar hoe is de interactie, relatie met de omgeving. En je eindigt met, als we dit allemaal weten, is er inderdaad een reden om te zeggen, ja, bijvoorbeeld is er sprake van autisme en in welke mate. Dus het is een wat meer multidimensioneel, een wat verdiepende model. Manier om te kijken. Ja. Ik maak even een grote sprong, want dan wil je uiteindelijk wil je ook wat bieden. Een hulpverleningstraject, vroeg hulp, zal ik maar zeggen. In werk, wat ik wel eens over jou lees, dan gebruik je bijvoorbeeld een term als ouders, als co-therapeut. Is het altijd iets wat je aanbiedt wat in relatie is met ouders en kind? Ja, nou, dat is sowieso hoe, bij jonge kinderen, nou ik zou zeggen ook bij wat ouderen. Maar in ieder geval bij jonge kinderen denk ik dat het een kunstfout is om niet ouders mee te nemen. Ja. Het kind brengt het meeste tijd door met ouders. Zelfs als het kind best wel een aantal dagen naar een crash gaat, zelfs dan, is het blijkt dat kinderen toch wel het verschil zien tussen de ouder en de crash van de buitenspeelzaal, ook als ze daar de hele dag zijn geweest. En dan doe je dat samen met de ouder. Ja. Ja. Ik ga naar de buurvrouw, Iris. Ik moet anders zeggen. Jouw focus is vooral autisme. Ook in hier dit gesprek aan tafel, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. We hebben een aantal dia's waar ik graag met jou doorheen wil. Omdat je kunt zeggen van ja, dat zijn rode vlaggen. Als je dat ziet in het gedrag van je kind, dan mag je daar best wel attent op zijn. Alert op zijn. Mm-hmm. En misschien is het goed dat we er even doorheen gaan, die rode vlaggen. We beginnen bij deze, de eerste. Ja, dus om heel een klein beetje een kader te scheppen. Dit zijn een aantal alarmsignalen, 8 in totaal. En die zijn ontwikkeld door een collega, Claudine Dietz. En ook opgenomen in de richtlijn voor autisme spectrumstoornissen in de jeugdgezondheidszorg. Dus deze alarmsignalen die hebben echt wel een in Nederland een status verworven van deze, hier moet je echt alert op zijn. Ja, en dan al even aan het begin, het gaat er niet zozeer om dat je één alarmsignaal ziet. Hè? Je moet echt pas acteren als er meerdere zijn, of niet? Nou, nee, in principe als je één alarmsignaal ziet, dan moet je wel denken, hey, dit zou wel eens een signaal van autisme kunnen zijn. Maar goed, de eerste is al, bijvoorbeeld niet brabbelen. Ja, dat kan ook zijn, als een kind doof is, zal die misschien ook niet zo snel gaan brabbelen. Dus je moet het altijd wel in een context interpreteren. Maar in principe bij ieder alarmsignaal moet je wel attentie hebben om mogelijk te denken aan autisme. Ja. Oké, we gaan er dan dus even brabbelen bij niet brabbelen bij 12 maanden is zo'n signaal, maar ook geen interesse hebben in andere mensen bij 12 maanden. Dus ja, de meeste jonge kinderen die zijn van nature natuurlijk heel erg gericht op de omgeving. Wat andere kinderen doen, wat volwassenen doen. En kinderen met autisme zie je dat vaak veel minder doen. Ja. Even kijken naar het derde. Lach niet. Niet naar lachen, anderen. Ja. Dus geen gerichte glimlach. Dat is een alarmsignaal. Ja, de meeste jonge kinderen, daar hoef je maar naar te glimlachen of je krijgt een grijns terug. Maar bij deze kinderen moeten ouders vaak heel veel moeite doen. Geluidjes maken of aanraken of heel gek gaan doen voordat ze eindelijk aandacht krijgen. Ja. En deze? Reageert niet wanneer hij of zij wordt toegesproken bij 12 maanden. Ja, dus veel ouders zeggen van hij lijkt wel doof, hij reageert niet als ik hem toespreek. Maar als er bijvoorbeeld een geluid wordt gemaakt van een belletje, dan reageert hij ineens wel. Dus ja, verminder de gerichtheid op sociale prikkels, niet luiden of niet reageren op aangesproken worden is een heel duidelijke. Ja, maar bij al die kenmerken heb je natuurlijk een schaal, hè, van 1 tot 10 zal ik maar even zeggen, hè, van 1 die 10 heel erg reageren en tuurlijk, helemaal niet. Ja. En veel zitten misschien ook nog tussenin. Ja. Dat is best lastig, toch? Zeker, maar je moet, daarom is het ook een alarmsignaal. Hè? Dus het zegt nooit iets definitief over of het afwijkend is of niet. Maar het zegt meer, let op. Wees alert. We gaan even naar de volgende. Maakt geen gebaren. Bij wijze. 12 maanden. Ja, dus dit is echt een item waarin je merkt dat kinderen
Wanneer ze gebaren maken naar andere mensen of wijzen naar voorbeelden, dan weten ze als het ware van, oh, die ander zijn aandacht kan ik ergens op vestigen. Hè? Ja. Dus als er nu iemand binnen zou lopen en ik kijk even daar naartoe, nou, dan zal je waarschijnlijk even met mij meekijken. Hè? Dus dan volg je als het ware mijn ogen, mijn oogbewegingen. En als ik dan ook nog ga wijzen, dan zeg jij van, oh, je ziet iemand. Hè? Dus doordat ik ga wijzen als kind, zorg ik ervoor dat die ander ook taal gaat gebruiken. Dus dat is eigenlijk wat Janne net ook zegt. Doordat het kind gedrag laat zien, reageert die ouder daar weer op. En als het kind het gedrag dus niet laat zien, zoals in dit geval dat wijzen, ja, dan zorgt die ook minder voor een lerende omgeving. Ja. Want die ouder, ja, die gaat dan ook niet zeggen dat er iets te zien is. Nee. Dus die benoemt dingen niet, waardoor het kind weer minder woorden tot zich krijgt. En zo, ja, dat heeft dan ook weer invloed op de taalontwikkeling. Ja. Even naar de volgende. Dit is, maakt nog geen functioneel gebruik van woorden. Ja, bij 18 maanden. Ja, dus dat is ook duidelijk als de taalontwikkeling achterblijft. En zeker dus als bij 18 maanden nog geen woordjes gezegd worden of woordjes die ergens op lijken, dan moet je alert zijn. Net als de volgende, dus bij 24 maanden nog geen tweewoorduitingen. Ja. En de laatste is geen verlies van eerder verworven vaardigheden op iedere leeftijd. Dus als je ziet dat het kind achteruit gaat of vaardigheden niet meer laat zien die eerder echt wel liet zien. Hm. Natuurlijk gaat ontwikkeling met vallen en opstaan, maar als een kind stagneert of zelfs terugvalt, ja, dan is dat een alarmsignaal. Ja. Waren er nog meer? Of, dit dat was waren het, er acht, ja. Nou is het niet zo dat als er sprake is van dit soort alarmsignalen, misschien wel meerdere tegelijk, dat het dus ook per definitie autisme is. Hè? Mm-hmm. Die conclusie mag je toch nog niet trekken, denk ik. Hè? Nee, daar is echt wel veel meer voor nodig. Want er kan ook wat anders aan de hand zijn. Zeker. Je zou ook, als er een achterstand in taal is, dan kan dat misschien ook wel wijzen op een taalontwikkelingsstoornis. Ja. Of op een algemeen cognitieve achterstand. Ja. Dus het stap 2 klassificeren is moet je niet te snel willen doen, hè? In deze fase. Ja. Ja, maar er zitten ook nog wel wat stappen tussen, hè? Tussen het signaleren en het klassificeren. Dus je gaat heel erg samen met ouders opwerken van wat zien we nou precies. Daar kun je die screeningsmiddelen, zoals die COSELS wat ik net zei, voor gebruiken en een uitgebreid onderzoek. En pas dan. Ja, en als je weet dat er een soort gevoeligheid, want dat hoor je wel eens in de praktijk, een soort gevoeligheid bij ouders is om het woord autisme te gebruiken, dan kun je daar ook nog omheen praten of hoe ga je daarmee om in de praktijk? Ja, er zijn meerdere manieren om mee om te gaan. Kijk, als een kind echt al binnen is bij de GGZ, dan zou je bijvoorbeeld kunnen werken met een werkdiagnose. Dan zeg je van, nou, we gaan er op dit moment van uit dat er sprake is van autisme en daarop gaan we behandeling of hulp inzetten. Maar als dat alleen een veel eerder stadium is, hè, dat ouders het lastig vinden om die stap te maken naar de GGZ, dus om zo'n uitgebreid onderzoek aan te gaan, wat natuurlijk ook best wel een impact Bitter, heeft. Ja. Ja, daarvan hebben we nu de laatste tijd een nieuwe interventie ontwikkeld. Dat heet de BEER-interventie. Dat is een laagdrempelige oudertraining van 7 sessies in dit geval. En daarin ga je met ouders kijken van, nou, wat is nu precies aan de hand? Welke ontwikkelingstaken beheerst dit kind al wel en wat nog niet? En ja, dan leren ouders gaandeweg van, ja, dit kind, of mijn kind is toch net een beetje anders of niet? En je geeft ouders ook al tips om bijvoorbeeld spelcontact, communicatie te verbeteren. En dat zou een mooie opmaat kunnen zijn voor eventueel verder onderzoek. Of als dan blijkt van, nee, hier kunnen ouders voorlopig weer even mee vooruit, dan is dat natuurlijk ook heel mooi. Maar om zo laagdrempelig, dicht bij huis, niet al te veel beladenheid bij eerste signalen in te zetten, dat lijkt ons een hele mooie stap. Ja. Want nu gaat vaak heel veel tijd verloren voordat ouders op de juiste plek terechtkomen. Ja. Je noemt het nu, de BEER-training is eigenlijk nog in ontwikkeling, hè, mag ik zeggen. Er zijn meer interventies, meer mogelijkheden natuurlijk. Daar wil ik straks nog even met jou naar kijken. Maar we gaan eerst even kijken naar een voorbeeldje uit jouw praktijk van Sam. Een kindje wat in behandeling is geweest bij jou, hè? Ja. En daar hebben we 3 fragmenten van. En misschien dat je zelf even kan vertellen wat we in het eerste fragment gaan zien. Ja, Sam is bij het eerste fragment is Sam net 2. En wij hebben wel bij hem de diagnose autisme gesteld. Hij krijgt een behandeling PRT, Pivotal Response Treatment. En in dit eerste fragment is de eerste sessie en dan zie je eigenlijk hoe weinig contact hij maakt. En dan gaan we daarna met ouders aan de slag om dat contact te bevorderen. Ja, dan gaan we nu kijken naar fragment 1.
Moet je gewoon achter elkaar heen. Mooie autootjes. Mama, deze? Ja, dus wat je ziet is dat Sam, ik probeer met hem mee te spelen met de autootjes. En hij wendt zich eigenlijk van mij af, daar wil hij niks van hebben. En ook als moeder mee wil doen, dan gaat hij niet op in. Of hij wijst haar eigenlijk zelfs ook af. Moeder geeft hem nog liefdevol een aaitje over zijn rug, maar daar reageert hij ook niet op. Dus je kan je voorstellen dat je als ouder ook heel moedeloos van wordt. Hè? Als je helemaal niet tot je kind door kan dringen. En dat put ook enorm uit. Ja. Dat zien we ook bij heel veel ouders, hè? Dat ze uitgeput zijn. Ja, dat hoor je veel. We gaan door naar fragment 2, want dat is al... Nadat we een paar weken hebben we deze interventie gestart. En wat je dan doet, is dat je ouders eigenlijk op zoek gaat samen naar wat vindt dit kind nou leuk. En daar ga je bij aansluiten, bij het interesse van het kind. En op het moment dat je die interesse hebt, ga je wat inzetten om... dus hier zie je bijvoorbeeld een vader die hop, 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 paardje in galop, geloof ik. Nee, een damespaard doet vader. Ja, hè? Ja, ja. En op het moment dat, dat vader echt de aandacht van het kind heeft, stopt hij heel even. En dat is voor, als het ware een signaal van je moet even contact maken en dan pas ga ik verder. Oké, we gaan even kijken. Ja. Een erepaard, een erepaard, een erepaard gaat zo. Oeh. Een erepaard gaat zo. En gaat er maar joe. Supergoed. Leuk. Ja, nou heel duidelijk. Mooi fragment. We hebben nog een derde fragment. Wat gebeurt er in die tussentijd? Ja, er gaat weer een aantal weken of ik denk een maand of 2, 3 overheen. En dan hebben we hier in het volgende fragment zie je moeder. En dan komen er ook materialen aan te pas. Dus hier met vader was het alleen nog maar vader en kind zonder materialen. En in het volgende fragment zie je moeder met kind en wel materialen. En ook daar gaat moeder weer heel erg aansluiten bij wat het jongetje aan het doen is. En op een moment manipuleren was het ware een beetje die situatie, waarbij moeder even een blokje bij zich houdt en pas weer afgeeft als het kind weer een communicatief signaal laat zien. Oké, we gaan even kijken. Blok op, goed. Wat wou ik te horen? Zou je ze even gewoon niks kunnen geven? Kijk wat er... Oeh, gevallen! Even, zeg maar, even helemaal wachten met het blok laten zien. Eerst even wel 1 of 2 geven en dan even wachten. Het is wel het ingang. Zie je, nu komt het initiatief echt vanuit hemzelf. Ja. Hè? Ja, dus deze moeder is helemaal eigenlijk, ze kijkt even terug naar mij en je ziet haar kijken van yes, wow, het werkt. Het was ook eigenlijk een van de eerste momenten dat ze echt contact ervaarde met haar kind, waar ze dus invloed op kon uitoefenen. En hoe ver kun je nou komen met zo'n kindje? Nou ja, dat hangt natuurlijk heel erg ook af van de kind kenmerken en ook wat de ouder aan kan. In dit geval is dit heel mooi verder ontwikkeld. En natuurlijk zie je ook kinderen die minder snel vooruitgangen laten zien. Maar ik denk dat het bij ieder kind de moeite waard is om te proberen dit op deze manier te stimuleren. Ja, even terug naar die interventies. Je noemde het PRT, beertraining, hè, waar je zelf mee bezig bent ook. Welke interventies zijn er nog meer? Als ik het heb over evidence-based, zoals dat dan heet. Hè? Ja, je hebt natuurlijk andere interventies, zoals ABA, Applied Behavior Analysis, of
ESDM, Early Start Denver Model of Jasper Training. Ja, er zijn zo'n heel aantal trainingen, maar al die trainingen hebben eigenlijk dezelfde uitgangspunten. Namelijk dat je aansluit bij de interesses van het kind. Ja. En ook altijd met ouders ook aan de slag gaat. Ja, maar sommige trainingen leggen ook meer nadruk op bijvoorbeeld 1-op-1 begeleiding door een professional. Dus ja, dat de vorm waarin het gegoten wordt is vaak verschillend. Ja. Maar de uitgangspunten zijn min of meer hetzelfde. Ja. Even, welk woord gebruiken jullie in de praktijk? Interventies, behandeling? Wat is het meest gebruikte woord daarvoor? Om die... Ja, oudertraining, vroeg interventie, ja, dat wisselt een beetje. Ja, wat gebruik jij in de praktijk als je het hebt met ouders over mogelijke behandeling? Ja, behandeling, maar therapie. Ja. Waarbij inderdaad wel duidelijk dat ik denk bij iedere interventie, behandeling, iedere interventie die je doet, er heel duidelijk van tevoren af moest spreken. Wat is het doel en wat kunnen we verwachten ongeveer? En niet dat ze het gevoel hebben, oh ja, we gaan dit doen. En dan is daarna helemaal over alles. Ja. En kan dit in de praktijk, want dan hebben we het over wat is er mogelijk. Kan dit in de praktijk ook worden gegeven zonder dat echt de diagnose autisme wordt gesteld? Kun je zo'n behandeling ook op die manier inzetten en vergoed krijgen? Ja, tegenwoordig wel, ja. Ja, de diagnose is niet meer, dat is ja, niet zo heel erg lang, maar we hebben niet meer per se een diagnose nodig. Ja. Dus als de ouders daar bijvoorbeeld moeite mee hebben, of we twijfelen nog een beetje, bij een heel jong kind denk je, nou, nog een beetje voorzichtig, maar wat Iris ook zegt, we nemen het als werkhypothese, we gaan werken met het idee dat het ergens in de richting autisme gaat, zonder dat we nog direct zeggen van het is autisme. En dan kan je al een heel eind toch wel gaan behandelen. Ja. En daarna natuurlijk regelmatig evalueren en eventueel nog opnieuw onderzoek doen als het kind weer ietsje ouder is. Ja. Zonder dat, ik zeg maar even, het labeltje eraan hangt, labeltje autisme. Waarvan ja, maar sommige label, ouders denken van ja, wil ik ja, dat Ja, maar wel? Het label heeft ook voordelen. Ja, ja. Het heeft voordelen en nadelen. Ja. Als je nou denkt... Je zit naar zo'n uitzending te kijken bijvoorbeeld van... interessant, ik wil eigenlijk zelf als ouder ook al aan de slag met dit soort principes. Kan ik dat zelf thuis ook al gaan doen? Ja, nou ja, ik hoop dat mensen hierdoor een beetje geïnspireerd raken. Maar in de praktijk vraagt dat... Het ziet er simpel uit, maar in de praktijk komt er toch wel wat bij kijken. Dus ik zou alle ouders gunnen dat ze iemand hebben die naast hen gaat staan... en die dat samen met hen gaat oppakken. Ja, ik moet eerlijk zeggen... In sommige gebieden in Nederland is het aanbod ruim en hebben mensen de keus. Maar er zijn ook delen in Nederland waar er veel minder mogelijkheden zijn. Ja. Dus ja, daar is we hebben nog wel een paar dingen op een rijtje gezet. Ik wijs even daar naar het scherm van een laatste dia. Ja. Wat zijn dan die kenmerken van die stimulering van die sociale interactie? Hè? Dat ja, dus probeer in ieder geval aan te sluiten bij wat je kind leuk vindt. Dus in dit geval vindt dit jongetje samen zingen heel erg leuk. Zorg dat je speels en enthousiast wordt. Want kinderen slaan ook als het ware aan op dat enthousiasme. En verleid dan tot communicatie, dus sowieso op ooghoogte te spelen. Regelmatig kernwoorden te herhalen, activiteiten te herhalen. Gekke dingen te doen of onverwacht. Hè? Zoals die vader, die hoor je zo... Wow. Ja, en dan dat trekt de interesse. En te onderbreken, nou, daar hebben we ook een paar voorbeelden van gezien. En vertragen. Vaak zie je dat de ouders toch te snel gaan. Dat de informatie van verwerking van kinderen met autisme is vaak trager. Dus daar moet je ook je tempo op aanpassen. En ja, van nature... Is dat logisch dat ouders dat niet direct doorhebben? Maar daar hebben ze dus ondersteuning bij nodig om goed dat afgestemd te krijgen. En nou ben ik zo'n ouder en ik maak me zorgen over mijn kindje. Waar kan ik dan het beste terecht? Bel ik de huisarts? Ga ik naar de consultatiebureau arts? Ja, consultatiebureau, huisarts. Ja. En gaat dat overal goed? Nou, het zou beter kunnen. Ja, sommige consultatiebureau-artsen hebben daar minder scholing of minder kennis over dan anderen. Op de website overigens is ook een gratis e-learning verkrijgbaar. De website autismejongekind.nl is een gratis e-learning beschikbaar voor professionals. Die duurt ongeveer 1,5 uur. En daarin kunnen zij zichzelf dus heel erg scholen in wat zijn nou die vroege signalen en hoe maak je het bespreekbaar met ouders. Er valt nog wel wat te verbeteren, begrijp ik? Zeker.
Gezien nou, het feit dat het aangeboden wordt. Maar gelukkig gaat het soms ook heel goed. Maar, ja, zeker. Ja. Maar het is in ieder geval, los van autisme, ja, heel belangrijk om ouders serieus te nemen. Ja. Hey, maar vroeger had je volgens mij bijvoorbeeld zoiets als integrale vroeghulp. Dat is er wel weer, maar dat is ook een poosje weg geweest. Ja, de lastigheid is natuurlijk dat het in iedere gemeente anders georganiseerd is. Ja. En in sommige gemeentes is de samenwerking heel erg goed. En dat is denk ik heel belangrijk, dat ketenpartners samenwerken. Ja. Ja. Wanneer komt nou de psychiater eraan te pas? Er is best wel overlap binnen de GGZ tussen de taken van de psychiater en de psychologen. Dus inderdaad, je doet dat meestal samen. Ik denk dat de psychiater ook vanwege de opleiding in het meer medische zal misschien iets meer geneigd zijn om die medische zaken in ieder geval ook direct mee te nemen. Alhoewel psychologen die werken in zo'n setting dat ook wel doen. Maar dat is toch een klein beetje anders. En eventueel als er een vraag is naar medicatie, wat we heel zelden doen bij de jonge kinderen, maar dat kan. Hm. Dan is dat ook iets wat de kinderpsychiater zou doen. Ja. Oké. Okay. Ja, we zijn eigenlijk al aan het eind van dit programma gekomen. We zijn al een poosje onderweg. Wat zou je nog aan de kijkers mee willen geven? Ik begin even met jou, Janne. Neem je gevoel in ieder geval serieus over je kind. Dat is één. En probeer zowel de positieve als de negatieve, of in ieder geval de afwijkingen, probeer er allebei naar te kijken en probeer verder te kijken dan alleen die label, want het kind is niet alleen autistisch, hij heeft ook een karakter of een temperament en een zintuigelijke gevoeligheid of prikkelverwerking die heel erg individueel, heel erg past bij dat ene kind. Dus dus iets minder van one size fits all. Ja, ja, ja. Kijk nu ook niet te veel naar de kinderen van de buurvrouw. Het gaat ook om je eigen kind, wie die is, hè? Ja, ja. Ja, maatwerk, dat vind ik een heel belangrijk thema. Hè? Dus zowel vanuit het, of eigenlijk vooral vanuit het oogpunt van de professional, sluit heel goed aan bij wat dit kind op dit moment nodig heeft. En wat hebben die ouders daarvoor aan ondersteuning kunnen zij gebruiken daarbij. En voor ouders inderdaad ook, laat je niet te snel afschepen met van nou, ieder kind ontwikkelt zich anders. En als jij het gevoel hebt als ouders niet, maak dat dan echt duidelijk. Ja. En dus de professional moet dat zeer serieus nemen. Ja. Dank jullie wel. Ik vond het een mooi gesprek. Ik hoop dat het ook van betekenis is voor iedereen die kijkt. Vroeghulp en het jonge kind. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan dit programma. En graag tot een volgende keer.